Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en naast mij zit Martijn van der Linden, lector New Finance. Sam de Munk, hoofdeconoom van Our New Economy, een denktank. En Tim Mulder, de voorzitter van Rethinking Economics. Oké, welkom heren. Leuk dat jullie hier zijn. Goedemiddag. We gaan het hebben over economieonderwijs. En Rethinking Economics is een denktank van studenten om het onderwijs te hervormen. En jij bent betrokken bij Our New Economy. Jullie houden met hetzelfde bezig, maar dan niet meer voor de studenten, maar gewoon in algemene zin voor de hele economie. Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik ben ook wel oud-gediende van Rethinking Economics, dus ben nog steeds best wel betrokken. Maar we houden ons ook bezig met de verandering in het economisch denken, in beleidskringen en in hoe bedrijven gerund moeten worden. Dus het is iets breder dan alleen de universitaire economieopleidingen. Ja, want jij bent ook bij Rethinking Economics eigenlijk in het onderwerp gerold. Ja. En nu zet je dat voort nadat je klaar bent met studeren. Ja, ja, precies. Ik ben student af. Ja, sinds het is een jaar, anderhalf jaar nu. Dus nu bij Our New Economy verder. Oké. En jij bent ook gestart bij Rethinking Economics Nederland. Hè? We hebben het over de Nederlandse tak, want het is een internationale organisatie. Ja. Om verandering in het economieonderwijs voor elkaar te krijgen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Waarom is dat nodig? Ja. Ja, het is nodig om een aantal redenen, maar ik denk dat de belangrijkste is eigenlijk dat economen heel veel invloed hebben op de wereld waarin we leven. Dus dit is ja, anders dan een opleiding, de archeologen. Ik vind het ook belangrijk dat die goed opgeleid worden, maar die hebben niet zoveel macht in onze maatschappij. Economen wel, jullie weten daar onwijs veel van, al gaat het over monetair beleid bijvoorbeeld, maar ook hoe het bij de overheid in andere ministeries gaat. Economen hebben daar een flinke stempel op. Dus de manier waarop we ze opleiden maakt heel erg uit voor ons allemaal. Dus het is niet alleen voor studenten fijn als de opleiding beter is, maar het is voor de hele maatschappij relevant. En dan gaat natuurlijk dan de claim dat het nu niet goed genoeg is om de uitdagingen van deze tijd op te lossen. En dat komt er eigenlijk bij vandaan dat het onderwijs al heel lang dezelfde ideeën onderwijst. Neoclassieke economie wordt het vaak genoemd. Abstracte modellen daarvan. Die op zich nuttig zijn voor bepaalde dingen, maar ook kijken naar heel veel van de uitdagingen van nu tekortschieten. En in beleidskringen wordt het ook steeds meer erkend. Maar we leren studenten nog steeds wel om op die manier te denken. Dus eigenlijk is het onderwijs nu niet, bereidt het studenten niet voor om echt die problemen van vandaag aan te gaan. En dat is het probleem dat we proberen op te lossen met de internationale beweging. En dat vind ik zelf ook altijd heel boeiend om te zien dat dit debat heel vergelijkbaar is in Nederland, in Vietnam, in Colombia. Terwijl dat je denkt, dat zijn toch hele andere plekken. Maar het onderwijs is bijna overal hetzelfde. Terwijl de wereld heel divers is en heel veel verschillende problemen kent. Tim, jij bent de huidige voorzitter van Rethinking. Je hebt de economiestudie al afgerond en je bent nu filosofie aan het studeren? Ja, ik studeer nu filosofie en economie aan de Erasmus. En ik heb aan de Universiteit van Amsterdam eerst economie gedaan. Ja. En daarna ook filosofie daaraan toegevoegd. En jij zit nu, bekijk je het meer vanuit de economische wetenschap, vanuit een filosofisch oogpunt. Maar in je bachelor, waar ben jij tegenaan gelopen dat jij dacht van ik ga bij Rethinking Economics mee inzetten? Ja, het was eigenlijk zo dat ik na 3 jaar klaar was en een hele toolkit aan economische modellen had meegekregen, maar eigenlijk geen idee wat ik ermee wilde en überhaupt wat ik ermee kon. Ik kon het niet echt voor mijn gevoel toepassen op de realiteit. En pas toen ik filosofie daaraan toevoegde en vakken als politieke filosofie ging volgen, begon ik het grotere plaatje als het ware te zien. En het belang van economie. Dus ja, vandaar dat daar kwam het vandaan eigenlijk. Want economie is een, ik heb ook economie gestudeerd, dus ik vind dit ook wel herkenbaar. Bij mij is het al weer wat langer geleden. Maar in mijn studie had ik ook het idee dat ik heel veel had geleerd over bijvoorbeeld modellen. En geleerd hoe financiële stromen lopen. Maar dat er weinig werd stilgestaan bij de grotere plaatjes van wat dat nou daadwerkelijk betekent voor de maatschappij. Terwijl economie is een gedragswetenschap. Ja. Ja, nee, dat klopt. Daar word je gewoon nauwelijks iets over bijgebracht. Maar dat is nog steeds zo?
Ja, ik zou zeggen van wel. Ja, je ziet wel een beweging ontstaan. En je ziet wel dat er meer aandacht is voor het politieke en het ethische aspect van de economie. Maar het wordt nog steeds gedomineerd door wiskundige modellen. Het eerste vak wat ik had was wiskunde. En dat moest je halen. Anders kwam je er niet doorheen. Nou, op zich is het hartstikke nuttig om wiskunde te leren. Maar er is meer belangrijk. Martijn, jij staat nu aan de andere kant als lector. Jij geeft ook les. Hoe is jouw ervaring met de ontwikkeling die het economieonderwijs heeft doorgemaakt? Nou ja, je ziet dat er na de financiële crisis echt een discussie over is ontstaan. Over wat moet er eigenlijk onderwezen worden. En ik denk dus dat zou goed zijn ook aan de heren te vragen. Wat er nou de afgelopen zeg maar 5 tot 10 jaar is gebeurd. Is er eigenlijk iets veranderd? En ik denk dus, ik zou de vraag aan jullie willen stellen. Kunnen jullie schetsen wat er nou de afgelopen 10 jaar in Nederland is gebeurd op dit gebied? En of er nou daadwerkelijk iets is veranderd? Ja, nou, ik heb zelf een tijdje terug onderzoek ook gedaan naar proefschriften. En daar kwam één hele grote verandering uit. Namelijk gedragseconomie is heel populair geworden. Mm-hmm. En dat was 10 jaar geleden niet het geval. Mm-hmm. En dat zie je in het onderwijs langzaamaan ook steeds meer komen. Dus het begon dan met de keuzevak in het laatste jaar gedragseconomie. En dat is langzaamaan een verplicht vak in het tweede jaar aan het worden. Dat is eigenlijk de grootste verandering die je ziet. En wat betekent gedragseconomie dan? Gedragseconomie, ja, dat is een subveld binnen economie waarbij ze heel veel experimentjes doen in het lab. Vaak ook met studenten die dan op de computer een spelletje moeten spelen met elkaar. Of moeten bieden op een markt. En dan ben je dus niet alleen maar aan het aannemen van mensen zijn rationeel. Maar dan kan je zien, mensen maken hier rare keuzes vanuit het neoclassieke model. Namelijk, ze geven om elkaar af en toe. Of als jij aardig doet naar mij, dan doe ik ook aardig naar jou. Nou, dat komt dan uit dat soort experimentjes. Want dat zat oorspronkelijk niet in de wiskundige modellen. Dan wordt er anders gekeken naar de mens. Ja, bijvoorbeeld dus het aannemen dat mensen volledig egoïstisch zijn. Alleen maar over om onszelf geven en niet bijvoorbeeld om de sociale relaties. Dat zijn ze een beetje aan het... dat verandert. Maar eigenlijk verder zie je verschillende universiteiten wel initiatieven nemen. Dus bijvoorbeeld aan de VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam, is nu het initiatief genomen om een compleet nieuwe bachelor te creëren naast de bestaande. Op andere universiteiten kiezen ze er juist voor om het bestaande programma te hervormen. Dus bijvoorbeeld in Utrecht en ook in Nijmegen zijn ze daar meer mee bezig. Nou, er valt allebei wat voor te zeggen, denk ik. En sommige universiteiten, ja, die willen denk ik nog wat minder. Ja. Die zijn toch wat conservatiever en die vinden het moeilijk om die veranderingen door te voeren. Dat merk je wel. Hoewel ik wel moet zeggen dat ook bij die universiteiten zie je langzamerhand wel toch belangrijke vakken als gedragseconomie populair worden. Of filosofie van de economie, dus wetenschapsleer. De geschiedenis van de economie is bijvoorbeeld ook een belangrijk vak om voor studenten alles in perspectief te plaatsen. En je ziet wel, ook bij die universiteit, dat er wat meer aandacht voor is. Ja. Maar wat ons betreft nog niet genoeg. En wat doen jullie dan met rethinking om dat voor elkaar te krijgen? Eigenlijk verschillende dingen. We gaan in gesprek met de universiteit. We proberen het probleem aan te kaarten. We proberen met ze in gesprek te gaan over... hoe wij die veranderingen graag zouden willen zien. En door middel van een dialoog aan te gaan, die verandering te bewerkstelligen. En daarnaast proberen we een podium te bieden voor theorieën, economische theorieën die niet aan het woord komen tijdens de studie. En wat voor theorieën zijn dat dan? Misschien kunnen we daar ook wat dieper op ingaan. Ja. Want ik denk... dat het nog best onduidelijk is van wat die verandering dan is die we... Ik denk dat het goed is om even de neoclassieke theorie toe te lichten, wat daar de essentie van is. Waarom dat niet meer van deze tijd is of niet meer, of in ieder geval dat er alternatieven tegenover moeten worden gezet. Ja, want neoclassieke economie, dat is wat nu overwegend wordt onderwezen. Ja, dat kun je wel stellen. Kunnen jullie uitleggen wat het ja. is? Het is geen examen, hè? Ja. Ik kan wel een poging wagen. De neoclassieke economie of theorie gaat uit van de rationele homo economicus. Dat is een
ja, egoïstisch misschien het verkeerde woord, maar hij is in zichzelf geïnteresseerd en hij is in staat om rationeel alle zijn behoeften uiteen te zetten en dan te berekenen hoe groot de kans is dat hij die behoefte soort van kan vervullen. Vervullen, ja. En op basis daarvan kan hij een perfecte keuze maken van wat het beste voor hem is. Maar dit is een hele onrealistische aanname, wat ons betreft. Ja. En misschien dat jij nog kan aanvullen daarop. Ja, Sam? Ja, er worden in verschillende papers worden vaak ook dan drie verschillende principes aangehaald. Varoufakis is een bekende econoom die dat een keer had samengevat. En dit is precies daar één van. Een andere is het aannemen dat de economie werkt in termen van evenwichten. Dus we denken in termen van eigenlijk statische balansen. Van nu is alles mooi in evenwicht. Vraag is evenveel als het aanbod. En het is stabiel wat dat betreft. In plaats van dat je denkt in termen van een complex dynamisch systeem waar alles constant verandert en ontwikkelt en ook uit evenwicht is. Dus dat wordt er vaak naast geplaatst. En dat je ook kijkt in termen van dus echt het individu dat atomistisch is. Dus ik word niet gevormd door mijn sociale omgeving, door de relaties die ik heb, door de cultuur waarin ik leef. Dan zie je dus ook markten eigenlijk als een plek waarop een perfect evenwicht, waar iedereen zijn individuele rationele keuze maakt, waardoor dan de beste uitkomst tot stand komt. Tenzij dat er een imperfectie is in de markt, waardoor al die mechanismen spaak lopen en dan kan je misschien met de overheid ingrijpen. Dus het is ook net weer iets te simplistisch om te zeggen dat de theorieën, neoclassieke theorieën die onderwezen worden, dat alleen maar vrije marktdenken is. Er zit ook best wel veel aandacht voor externaliteiten bijvoorbeeld. Dat als we olie kopen, dat er dan CO2-uitstoot is en dat wordt dan niet beprijsd. Dus je zou dan een CO2-prijs moeten introduceren bijvoorbeeld. Maar jij wil volgens mij ook een hoop zeggen. Nee, dus dit is denk ik waar jullie je vooral op hebben gericht, is het algemene economisch onderwijs op universiteiten. En de meeste studenten in Nederland studeren toch bedrijfseconomie, is het op universiteiten of op hbo's. En daar zie je het in een andere vorm terugkomen, de neoclassieke theorie. De neoclassieke theorie van een bedrijf. En dat is uiteindelijk het idee van een bedrijf dat het vooral voor de financier is. En dat het bedrijf vooral moet streven naar winst of zoveel mogelijk winst. Ja. Terwijl je zou kunnen zeggen, waarom leren we studenten niet over familiebedrijven die honderden jaren bestaan, over coöperatieven, over van allerlei andere vormen van bedrijfsactiviteiten. En je ziet dus dat in het bedrijfseconomisch onderwijs dat nog steeds heel dominant is, dat er best alternatieven worden ontwikkeld. En dan kun je aan circulaire businessmodellen denken, maar dat is vaak aan de zijkant. En het hoofdcurriculum blijft eigenlijk doorgaan op die neoclassieke weg, wat je dus ook grotendeels nog bij universiteit ziet. Er zijn dus wel een paar die aan het veranderen zijn, maar dat is gewoon een heel traag proces. Omdat er ook, de professoren die het voor het zeggen hebben, die zijn opgegroeid met deze theorie en willen ook graag vasthouden aan eigen boek en eigen ideeën. En dat verandert dus heel langzaam. En het interessante wat ik zelf dus van Rethinking Economics heel interessant is, dat studenten zelf het aankaarten. Dus zelf zich afvragen wat wij leren, kan ik er eigenlijk wel de wereld om me heen goed genoeg mee begrijpen, biedt mij dat handelijks perspectief. En in die zin denk ik dus dat dat echt de toegevoegde waarde is geweest van dat debat. Dat studenten dat zelf hebben geïnitieerd, natuurlijk van allerlei input van andere mensen meegenomen, dat ze wel zelf het hebben aangekaart en daar de stappen op zetten. Dus eigenlijk gewoon zelf aan professoren gevraagd, is dit echt wat ik moet weten? Kan ik met deze theorie eigenlijk wel een financiële crisis begrijpen? Of zijn er hele andere theorieën voor nodig? En er zijn heel veel andere theorieën. Voor financiële crisis bijvoorbeeld post-Keynesiaanse theorieën. Die vrij goed beschrijven hoe schuldgroei gaat. Maar er zijn op heel veel andere onderwerpen. En Sam heeft een boek geschreven met een collega, dat ligt hier ook op tafel. Maar je kunt op verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld als je naar ecologie krijgt of financiële systemen, er zijn verschillende theorieën over. En daar zou je studenten idealiter mee in aanraking laten komen. Want naast deze neoclassieke economische theorie zijn er een boel andere theorieën. Dit gaat heel erg over de utilitaristische mens die voor zichzelf zijn opties maximaliseert. En als we dat allemaal doen, dan komt de economie ook in een bepaald evenwicht. Dat is een beetje hoe ik het dan samenvat. Welke belangrijke stromingen staan daar tegenover die wat jullie betreft nu te weinig worden onderwezen en die wel zouden kunnen helpen om de echte wereld beter te begrijpen? Want dat is uiteindelijk het doel, hè? Dat we
de echte wereld begrijpen en niet alleen maar een theorie hebben om die perfect past en dat we altijd in evenwicht terechtkomen. Ja, ik vind zelf ook altijd boeiend dat zelfs dit uitgangspunt van, maar ik wil de echte wereld begrijpen, is zelfs nog controversieel. Dus hier heb ik al ruzie over. Dat ik zeg, ja, maar ik wil die wereld begrijpen. Dus dan moet je bijvoorbeeld, ik was afgestudeerd in Nederland, economie, en ik had nog nooit over de SER gepraat. Nou, als je iets wil weten over de Nederlandse economie, dan is de Sociaal-Economische Raad wel relevant om te snappen. Hoe worden bijvoorbeeld lonen onderhandeld in Nederland? Niet relevant, je moet gewoon je modellen leren. Dus zelfs dit punt is al onderdeel van het debat. Maar inderdaad, als je dus zegt van ik wil de echte wereld begrijpen, ja, dan zijn er heel veel verschillende theorieën. En wat ik zelf heel belangrijk vind daarom te benadrukken, ik denk, jij zei net eigenlijk ook al, het hangt er vanaf naar welk probleem je kijkt. Dus wil je de financiële crisis bekijken, dan is post-Keynesiaanse theorie heel nuttig. Wil je beter begrijpen hoe arbeidsmarkt bijvoorbeeld werkt, nou ja, dan is een beetje marxistische theorie wellicht ook niet verkeerd. Wil je juist begrijpen hoe de overheid werkt, intern bijvoorbeeld, nou, dan is institutionele economie ook weer niet verkeerd. Dus het hangt er een beetje vanaf wat je wil begrijpen. In het boek noemen wij dan ook een beetje een pragmatische aanpak. Dat je niet zegt, ik geloof altijd in deze theorie. En nu ga ik gewoon elke keer als ik een spijker zie met dezelfde hamer. En dan zie ik een glas, dan sla ik nog steeds met de hamer. Nee, je moet verschillende tools hebben om een probleem aan te gaan. Als ik een schroef zie, dan moet ik gewoon juist met mijn schroeven draaien komen en niet met mijn hamer erop gaan slaan. Ja. Dus dat is eigenlijk ons ja, of tenminste, wordt ook vaak pluralisme genoemd. Dat je dus kan kiezen van wat is het probleem dat ik hier voor me heb en wat is dan de beste manier om dat te begrijpen. Ja, ik wil hierbij ook benadrukken dat wij dus niet per se tegen het neoclassieke model zijn. Wij geloven er gewoon in dat om een probleem aan te pakken, je meerdere modellen naast elkaar moet zetten en dan moet kijken welke je het beste kan gebruiken. Dus dat wordt vaak verkeerd begrepen, heb ik een beetje het idee. Men denkt misschien dat wij het neoclassieke model omver willen werpen, maar dat is helemaal niet zo. We willen inderdaad een pluriforme aanpak hebben om problemen aan te kunnen pakken. Waarbij je dus ook een post-Keynesiaans perspectief kan innemen, een marxistisch perspectief, een ecologisch perspectief. Maar in ieder geval een combinatie van die perspectieven. En is die kennis dan niet aanwezig bij de docenten? Of is dat een keuze in het curriculum? Hoe wordt dat samengesteld? Ja, ik denk dat er gewoon te weinig aandacht voor is, omdat uit gemakzucht het neoclassieke model geleerd wordt. En komt dat dan ook, alle docenten zijn opgeleid binnen deze stroming? Ja, maar dat je in de afgelopen 30, 40, 50 jaar zoiets hangt een beetje per land, of dat je hebt gezien dat zeg maar binnen de echte economische faculteiten, dat daar steeds neoclassieker werd. Dus die mensen die wisten geld binnen te halen, die stelden mensen aan die hetzelfde werden opgeleid. Dus dat is zichzelf. Er zijn wel alternatieve scholen die nog worden onderwezen, maar die zitten vaak bij politicologie, of bij sociologie, of bij antropologie. Daar zitten nog anders economisch denkenden. Maar ze zijn eigenlijk buiten de mainstream faculteiten geplaatst. En om dat weer terug te krijgen, dan krijg je inderdaad, dan heb je eigenlijk dus dat je andere scholen weer toelaat tot de mainstream of tot de belangrijkste faculteiten. En dat is natuurlijk best een moeizaam proces. Ja. Wat is op een aantal universiteiten, daar worden dus stappen gezet. Op een aantal andere is het dus veel moeilijker. Er zit de macht dus veel meer vast, denk ik. En hoe heeft dat te maken volgens jullie met ideologie en politieke stromingen, een dominant beeld binnen onze economisch denken, wat ook bijvoorbeeld bij beleidsmakers er zit. Hè? We hebben toch een neoliberale economie en dat is al jarenlang is dat gewoon de manier van denken. Dat is ook waarom we de zorg zijn gaan privatiseren en dat soort koersen hebben gevaren, wat binnen de Nederlandse politiek, zowel bij de VVD, maar ook bij de Partij van de Arbeid, is dat gewoon een manier van denken geworden. Ja. Heeft die manier van politiek denken over de economie dan ook het onderwijs beïnvloed? En hoe hangt dat met elkaar samen? Ja, het ligt best genuanceerd, denk ik. Want het is denk ik te simpel om te zeggen dat economieopleidingen een bepaalde ideologie, zoals ik net zei bijvoorbeeld, vrije markt denken, dat ingedoctrineerd zou worden. Dat is te simplistisch. Ook al zie je die enquêtes van wat stemmen economen bijvoorbeeld zelf.
Nou, in Nederland is momenteel D66 de populaire partij van de economen. Maar je ziet in heel veel landen dat het een beetje sociaal-liberaal, een beetje centrum-links, dat dat een beetje is waar economen zitten. Dus het is te simplistisch om te zeggen van het zijn allemaal vrije marktdenkers. En dat is het enige wat ze studenten leren. Alleen het is wel natuurlijk allemaal volgens, nou, waar we het net over hadden, volgens die neoclassieke theorie. En dat heeft wel enorme politieke implicaties inderdaad. Voor als je beleid gaat maken, dan denk je in termen van perfecte en imperfecte markten. Dus of je dan PvdA of je VVD bent, je denkt toch op een bepaalde soort zelfde manier na over die economie die afwijkt van bijvoorbeeld een institutionele of een post-Keynesiaanse aanpak. Dus je ziet wel heel erg de invloed daarvan. En dan is inderdaad bijvoorbeeld de impact op hoe je kijkt naar, moet je bepaalde sectoren gaan privatiseren? Moet je kijken naar efficiëntie? Of nou, hoe je daarnaar kijkt? Of hoe moet je omgaan met financiële markten? Daar kom je tot hele andere conclusies. Maar het is dus niet per se links of rechts, maar het is meer leren op andere manieren kijken of nadenken. Of je nou VVD'er bent of PvdA'er, maakt voor mij dus ook niet zoveel uit. Dat is volgens mij niet het punt dat we zeggen van er moeten meer SP'ers economiedocent worden. Dat is volgens mij het punt helemaal niet. Mm. Maar het is gewoon die verschillende theorieën, ongeacht welke politieke voorkeur je hebt. Ja, ik wil hier toch nog even over doorgaan. Ja, dat is goed. Want die SP'ers hebben misschien wel meer het, als je zegt het marxistische denken, hè, dat zouden we in ieder geval moeten bestuderen. Misschien is dat toch wel ook politiek beïnvloed. Als je bijvoorbeeld in Amerika kijkt, hè, dat marxisme was echt heel vies communisme, ja. Dus dat moeten we niet hebben. En daar zie je dat ook op binnen Amerikaanse universiteiten, dat daar met de financiers van die universiteiten, die bepalen ook wie de aanstelling krijgt, en dat daar toch wel echt een hele dikke politieke stempel op zit. Ja, nee, zeker. Ja, dat is een boeiende geschiedenis, is daarvan geschreven. Frederick Lee heeft daar een mooi boek over. Precies over deze thematiek. En je ziet wel dat vaak gewoon een beetje de grenzen van het debat bepaald worden. Dus wat is zeg maar nog een beetje mainstream? Dan is er aan de linkerkant inderdaad wordt marxistisch gezegd. Nou, dat is te radicaal, daar mag je niet over praten op een universiteit. Of in ieder geval niet bij de economiefaculteit. En aan de rechterkant wordt vaak de Oostenrijkse school wordt dan vaak weer erbuiten gegooid. Van ja, dat is te radicaal, daar mag je ook niet over praten. Dan mag je nog wel een beetje Keynesiaans zijn of een beetje monetarist. Dat is dan nog binnen de grenzen waar het debat mag plaatsvinden. En daar zeggen wij inderdaad van ja, maak niet om politieke redenen het debat smaller. Het is een wetenschappelijk debat. En ongeacht welke politieke voorkeuren mensen hebben, die moeten gewoon op goede wetenschappelijke basis debat met elkaar kunnen voeren en studenten daarover kunnen informeren. En als een student dan zegt aan het eind van de dag, ik ben marxist of meest overtuigd van marxistische theorieën, of juist ook Oostenrijks of Keynesiaan of monetarist, dat is aan de student zelf. En even voor het begrip, kunnen we heel kort die Oostenrijkse school en dat marxisme even benoemen wat dat dan is. Nu we toch neoclassiek zijn begonnen. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen dat helemaal niet weten. Wat is de Oostenrijkse school bijvoorbeeld? Ja, het is wellicht ook goed om te zeggen, het wordt school genoemd. En wat eigenlijk voor elk van deze stromingen geldt, is dat ze ook heel divers zijn intern. En ik denk dat voor de Oostenrijkse school, weet er ook van alles van. Dat geldt ook zeker daar. Maar een van de kerndingen die ze echt onderscheidt van bijvoorbeeld ook meer neoclassiek denken, is dat ze juist zeggen, je moet niet in termen van wiskunde alles moeten modelleren, maar je moet juist op een meer soort of filosofische basis, op basis van redeneren, van deductief, dus basis van aannames en logisch doordenken, moet je begrijpen hoe die economie in elkaar zit. Dus ze zijn ook bijvoorbeeld heel erg tegen statistiek. Dat zien ze meer als een ingrijp van de staat ook in de maatschappij en een manier om macht uit te oefenen. Dus zij zeggen, nee, je moet juist het individu laten denken. En vaak komen ze, zoals net gezegd, dus op meer de rechterkant van het politieke spectrum uit. Heel erg geloven in dat informatie bij het individu zit. Dus die moet vrij in de markt kunnen opereren. En op die manier maak je het meest beste gebruik zeg maar, van de informatie die elk van ons heeft. En een centrale planner of de technocraat bij het ministerie helemaal niet kan hebben. Ja. Dus ze benadrukken heel veel eigenlijk de limieten aan overheidsingrijpen in de markt. Ik weet niet of dat En het marxistische is, het staat daar juist weer heel erg tegenover. Tim, weet jij daar, de definitie even kort samenvatten? Het is lastig om zo even samen te vatten, maar ik denk dat marxistisch,
Marxisme duidelijk laat zien dat, dat kapitalisme, dat een kapitalistisch systeem kan doorslaan en op een gegeven moment implodeert. En ja, dat is iets waar zij op hameren, dat, ja, dat het zichzelf op een gegeven moment kan vernietigen, dat er één grote, hoe noem je dat, dominantie van de bourgeoisie noemen ze dat er gewoon grote kapitalistische bedrijven zijn die uiteindelijk regeren en daar proberen zij, ja. Ja, het is eigenlijk een machtsanalyse. In de neoclassieke theorie zit ook bijna geen macht. Het zijn allemaal formules en het lijkt om heel soepel te verlopen. En Marxisme legt juist een nadruk op dat er machtsconcentraties kunnen zijn. Ja. En dat je daar tegenmacht tegen kunt ontwikkelen. Dat je dan een onderhandelingspositie krijgt. Dus het gaat heel erg over die manier van nadenken over een economie. Wat dus eigenlijk helemaal niet in de neoclassieke economie zit. En dat in die zin, dat vind ik zelf nog wel een van de echte kritiekpunten op neoclassieke economie. Als je naar de echte wereld kijkt, en zeker als je naar geld gaat kijken, dan is er eigenlijk altijd een machtsstrijd gaande. Ja. En neoclassieke theorie die veronderstelt geld neutraal. Dus gewoon een neutraal ruilmiddel door de economie gaat. Maar als je gaat kijken, zit bij alles wat om geld gaat, zit er onderhandelingen aan vast. Of zit er machtsconcentraties aan vast. En juist die blik erop, dat die helemaal ontbreekt in het economische onderwijs. Dan kun je je afvragen of je daar echte economische vraagstukken echt kunt doorgronden. Ja, laten we zo op dat geldsysteem nog wat dieper ingaan. Maar juist ook die twee stromingen, hè, dat zowel de Oostenrijkse school als dat Marxisme gaan dus veel meer over macht en hoe je dat moet organiseren. Want ook binnen de Oostenrijkse school gaat het natuurlijk over dat de Hayek en van Mises zijn juist heel erg tegen die machtsconcentratie, maar zoeken de oplossing in het vrije marktdenken en een kleinere overheid en die macht op die manier beknotten. Terwijl in het Marxisme daar weer heel anders over wordt nagedacht. En beide zijn denk ik relevant nu, ook in de ontwikkelingen die we nu zien in de wereld, dat je, wat jij net ook schetst, hè, machtsconcentraties bij grote bedrijven. Nou, dat hebben we, als we praten over techgiganten, dat is precies waar we het over hebben. En vanuit de Oostenrijkse school zie je bijvoorbeeld ook de opkomst van Bitcoin. Vanuit die hoek waar de critici zeggen, hey, de overheid gaat eigenlijk zijn boekje te buiten. Er wordt te veel geld bijgemaakt, dus we moeten daar iets tegenover zetten wat schaarste creëert. Dus ik denk wel heel, heel relevant beide. Nu raken we ook meteen het onderwerp van geld aan. Dus kijk, ik kom meteen zelf op terug. Heel goed. Wil ik dan toch op verder gaan. Want geld is een heel belangrijk medium in onze economie. Maar juist in die neoclassieke theorie is geld een onderbelicht onderwerp. Dat stel jij net, Martijn. Kijken jullie daar ook zo tegenaan? Ja, en dit is op zich niet eens controversieel. Zeg maar, heel veel neoclassieke economen, als je het model goed snapt, nemen ze heel vaak aan dat geld niet in het model zit. Dus dat we allemaal ruilhandel aan het doen zijn met elkaar. Nu zijn er ook wel modellen die dan geld toevoegen aan de economie. En dan wordt het allemaal wat complexer. Dus meestal wordt dat niet in het onderwijs onderwezen, want dan wordt het te complex. Maar het is ook gewoon een bepaald soort visie op wat is geld. Dus er is heel veel discussie over, meer vanuit post-Keynesiaanse hoek, van dat je geld moet ook begrijpen als inherent aan schuld. Dat schuld eigenlijk en krediet, dat echt de kern is van geld kunnen begrijpen. Terwijl de neoclassieke aanpak dus veel meer denkt als van het maakt handel makkelijker. Dus het is eigenlijk gewoon een rationele, simpele oplossing die in jargon transactiekosten vermindert. Dus als wij handelen met elkaar, dan is het gewoon goedkoper als we dat met muntjes doen, in plaats van dat ik met alle producten, alle schoenen voor jouw kasten gaat ruilen of zo. Dus het is ook een ander soort visie op wat is geld en wat voor rol heeft het binnen economie. En daarmee dan ook, wat zijn banken en welke rol hebben die dan? Wat wederom ons punt is in het onderwijs, niet zozeer van de ene is fout of is goed, of onderwijs alleen maar die ene of die ander, maar laat studenten bekend worden met het debat, de verschillende ideeën. En dan mogen ze zelf wel hun eigen conclusie trekken, of ze dus inderdaad denken, ik geloof meer in de Bitcoin als oplossing, of ik geloof juist in central bank digital currency als oplossing. Nou ja, dat hoef je als docent niet Maar te worden dit soort dingen onderwezen? Dat vraag ik gewoon. We kunnen misschien best aan jou vragen. Ja. Wat leer je nu bij monetaire economie?
Ik denk zeker dat dit onderbelicht is. En ja, je leert de klassieke definitie van geld als een soepel smeermiddel. Het is een rekeneenheid, het is een oppotmiddel en je kan ermee ruilen. En that's it. Vervolgens leer je een beetje wat de rol van centrale banken is en dat ze de geldhoeveelheid proberen te sturen. En de banken zelf, de commerciële banken, worden geïntroduceerd. En dan wordt er wel nog gezegd dat ze fractioneel bankieren. Maar echt wat de gevolgen daarvan zijn en in hoeverre fractioneel wordt gebankierd en wat de macht is van de centrale banken die daar tegenover staat, ja, dat wordt je gewoon niet goed bijgebracht eigenlijk. Dus je leert wel een beetje de basics, maar niet de implicaties daarvan voor onze maatschappij en onze economie. Ja, ik zou nog een stapje verder gaan. Je leert eigenlijk niet eens de basics. Want nou, een tijdje terug, een aantal jaar geleden was ook in Maastricht, hadden ze een open brief geschreven naar de professors en de decaan. Want ze hadden een aantal papers van de Centrale Bank van Engeland en van Duitsland bekeken. En die zeiden, jongens, de oude theorieën die zijn achterhaald. Dat is niet hoe het in de werkelijkheid werkt. Waar het voornamelijk om ging was, waar komt geld vandaan? Is dat een kwestie als banken geld uitlenen? Als ik ondernemer ben, ik ga naar de bank toe en ik wil investeren in mijn nieuwe fabriek. Is dat dan geld dat Tim heeft gespaard en op zijn spaarrekening heeft staan, dat de bank dan aan mij geeft? Of is dat geld helemaal niet, bestond dat helemaal niet en hebben ze gewoon schuld gecreëerd? En is het eigenlijk dus met een paar, ja, tegenwoordig gaat het natuurlijk in de computer, gewoon met een paar getallen, digitaal, en dan is dat geld er opeens. Dit echt super basisfeitje van hoe werkt een commerciële bank nou in zijn basis, zit niet in het onderwijs. Want de kernmodellen waar die worden onderwezen, die zijn eigenlijk op de oude aannames gebaseerd. Ja, ik denk als je het iets preciezer zegt, ik denk dat het wel, als je een vak bankmanagement volgt, dan wordt het wel onderwezen dat een bank zo werkt. Maar wat dus kan op de universiteit, je kunt bij bankmanagement leren dat banken geldschep en instelling zijn. Ga je daarna een vak iets over macro-economische modellen en daar zijn banken gewoon tussenpersonen die geld doorgeven. Dus er zit een soort hiaten in het onderwijs, daar wordt dit verteld, daar dat. En in die zin kloppen die modellen gewoon echt niet. Het zijn gewoon slechte beschrijvingen van de realiteit. In het model klopt het, maar als je gaat kijken, werkt het zo in de realiteit, dan klopt het dus gewoon niet. Ja. En daar gaat dus inderdaad de discussie over, nou ja, wat voor economisch onderwijs of financieel economisch onderwijs gaat, denk ik dus vooral hierover. Dat dus die vakken lopen eigenlijk naast elkaar heen. En een ander is denk ik heel erg de gevolgen en de alternatieven. Dus vooral als je dan naar post-Keynesiaan of naar Minsky gaat kijken, die heeft een hele theorie opgebouwd van, nou ja, wat die geldschepping van banken of overmatige kredietverstrekken, waartoe dat kan leiden. Tot welke echte problemen voor mensen en wat daar de alternatieven voor zijn. En ik denk dus als je daar een serieus debat over wil voeren, dat er nu een hele hoop economen zijn opgeleid die daar eigenlijk dus nooit echt over na hebben gedacht, maar dat het wel een taak is voor het onderwijs. Om studenten in ieder geval die alternatieven ook te laten zien. En wat voor real world issues zijn er eigenlijk die een relatie hebben met dit soort systemen. Ja, jij noemt nu Minsky, hè? Dit is een econoom die eigenlijk al voor de crisis van 2008, de 30 jaar daarvoor, theorieën had van die stabiele economie, dat lijkt zo, maar als we op deze manier kredietschepping, als we daarmee doorgaan, dan krijgen we vanzelf wel weer een financiële crisis. Die had daar een heel goed doordacht theoretisch model voor. Die is eigenlijk jarenlang een beetje aan de kant geschoven. Ja, hij is eigenlijk het tegenovergestelde van neoclassiek. Neoclassiek zegt het tendeert naar evenwicht. En hij zegt eigenlijk, als je evenwicht hebt, dan gaan mensen meer risico nemen. En dan krijg je eigenlijk op een gegeven moment de crisis. Ja. Dus daarom werd hij ook geïnteresseerd. Hij past heel slecht in. Ja, precies. Hij zegt dus eigenlijk stabiliteit creëert uit de voorwaarden voor nieuwe instabiliteit. Ja. En dat botst met die neoclassieke theorie. En daar werd er altijd helemaal aan de zijkant. Ja. Dan moest je echt gaan zoeken. Er zat er best één professor die dit nog verkondigde. Maar dat is echt aan de zijkant. Ja, ja, want dat was. Ik heb mijn economieopleiding was voor 2008. Ja. Ik studeerde af tijdens die crisis. Ja. En toen moest ik dus op zoek naar, ik begrijp het eigenlijk niet, wat voor theorieën zijn er nog meer. Maar toen kwam je wel heel veel Minsky tegen. Toen kwam iedereen stond in één keer van, er zijn toch wel, we weten eigenlijk meer dan we dachten. Maar ik had eigenlijk wel verwacht dat dan in de afgelopen 14 jaar, dat dan die theorie wel veel meer mainstream is geworden. Dat je daar meer over leert. Nee, ja, ik ben nog zelf, toen ik in mijn eerste jaar op de universiteit zat, dat is ondertussen volgens mij ook 6 jaar geleden, vak finance. En het werd niet, ik keek door syllabus heen, gaan we nog praten over de financiële crisis, over instabiliteit. Nee, stond niet op het programma. Dus ik ging gewoon een keertje in de pauze. Dat was in zo'n zaal met 1000 studenten, dus echt zo massaal naar de professor toe.
Meneer, gaan we ook praten over financiële crisis? Nee. Ik zei, maar is dat niet relevant? Moeten we dat niet snappen? Nou, je moet eerst maar eens de basis leren. Dat is een beetje dan de houding die je krijgt. En ja, ik ben zelf net als jou, ben ik er wel in gaan doken. En volgende week kwam ik naar hem toe. Maar Minsky is toch fantastisch, die theorieën? Nee, ken ik niet. Professor Finance, ongeveer 2015-16. Nog steeds onbekend. Dus dat is een beetje de überhaupt de vraag stellen van hoe werkt die financiële crisis nou? Dat moet je toch willen begrijpen? Dat werd al niet gedaan, want ja. En hoe komt dat dan? Ik denk dat de manier waarop we de universiteit hebben georganiseerd is professoren die moeten publiceren, of tenminste professoren die staan al bovenaan de top, maar zeker de rest die daar nog net onder zit als associate of assistant professor, die moeten publiceren in tijdschriften. Die heel specialistisch zijn, echt econometrie, modellen, van bepaald soort aannames mag je maken. Dus Minsky inderdaad valt er gewoon buiten, dan mag je niet mee bezig zijn. En als zij dit niet doen, als ze niet genoeg publiceren, ja, dan houdt een carrière op. Dus het is ook niet dat je het individu dan kan kwalijk nemen dat je alleen maar die bepaald soort econometrie en neoclassieke modellen gaat doen. Maar ja, wil je een carrière hebben, dan moet je dat nou eenmaal doen. En dan is lesgeven ook een ondergeschoven kindje. Want dat doe je eigenlijk ook zo min mogelijk. En want je wil gewoon die papers publiceren, want daar draait het echt om. Een goede docent, daar maak je geen carrière mee. Terwijl genoeg heel veel publiceren, dat is hoe je carrière maakt. Dus we hebben eigenlijk het zo georganiseerd dat de echte wereld niet relevant is voor je carrière. Het onderwijs eigenlijk ook niet. Dus als studenten lopen wij daar wel heel erg tegenaan. En ik denk, ik snap dat jij als individu of als professor niet het systeem hebt gecreëerd, maar op dit moment doe jij, geef je niet goed onderwijs. Ja. Dus daar, dat is wel heel erg gestrukkeld. Gewoon het erkennen van de moeilijke situatie waar zij in zitten. Ja. Maar ook dat ze daarmee dus eigenlijk ons als studenten, of tenminste ik ben tegenwoordig geen student meer, maar studenten daarmee wel tekortschieten. Ja. Onderschrijf jij deze analyse? Ja, zeker weten. Ja, en ik denk ook dat het heel fijn is voor een docent om een toets te geven en dan een aantal sommetjes aan studenten te geven. En laat ze die maar doen. En dan komt er op een gegeven moment een goed antwoord uit. Maar echt systemen analyseren, een standpunt innemen en kijken of dat het juiste is. Ja, dat is toch wat moeilijker om te beoordelen of het juist of niet juist is. Ik denk juist dat het heel belangrijk is om juist te bespreken met elkaar. Dus in die finance modellen en in die economie modellen zit een soort elegantie en een soort consistentie waardoor het fijn is om ze te gebruiken. Maar het gevaar is dus dat je de hele context vergeet en vergeet dat er echt aannames bij die modellen gemaakt worden. En die aannames, die hebben ook te maken met waarden, met andere concepten. Leer je daar nu in de filosofie van de economie meer over? Ja, zeker weten. Dat is zeker een vak wat super belangrijk is om studenten bij te brengen wat mij betreft. Dat is welke aannames maak je voordat je een model maakt. Welke aannames kunnen doorvloeien in je model. Dus stel je voor, er komen een aantal variabelen uit die blijkbaar belangrijk zijn. Hoe kies je welke van die variabelen het meest belangrijk zijn? Daar komen allerlei waardeoordelen bij kijken. En wordt er over die waardes ook gesproken dan? Het is niet optimaal, maar ik hoop toch dat het een beetje verbetert, stapje voor stapje. Jullie hebben ook heel veel hoogleraren die rethinking steunen, die zeggen, we moeten inderdaad pluriforme onderwijs geven, minder die modellen, meer de werkelijkheid. Is er dan ook wel eens wel ruimte voor die maatschappelijke discussie over welke waarden we het nu hebben, of het gaat over groeiende ongelijkheid, dat de economie voor iedereen moet werken, dat soort zaken, komen die dan aan bod? Ik heb ze opgezocht door filosofie en economie te gaan studeren. Ja. Maar ik denk dat ze te weinig aan bod komen in een bachelor economie. Ja. Ze komen wel aan bod, hier en daar, maar het is vaak een keuzevak bijvoorbeeld. Of het is één les waar het op een slide staat en heel even besproken wordt, maar er wordt niet goed gedebatteerd met elkaar over wat voor waarden er kunnen doorvloeien bijvoorbeeld in je economische model. Ja, en wat ik zelf ook heel boeiend vind is dat, weet ik zelf ook, mijn eerste college was de uitleg, jongens,
Er is iets als normatieve economie en positieve economie. Mm-hmm. Wij doen alleen maar de objectieve wetenschap, mm-hmm. positieve economie. En normatieve, ja, dat is voor filosofen, politici. Dat is een beetje vies, daar moet je niet aankomen. We proberen hier het lab schoon te houden. En dat is vaak nog steeds heel erg de aanpak. En dan kan je dus wel één vak ethiek hebben, waar even de morele dilemma's op een rij worden gezet. Maar al gaan we het echte inhoudelijke debat voeren over bijvoorbeeld nu met de inflatie. Wat moeten we nu doen? Moeten we de rentes verhogen of niet? Dat wordt me meer gepresenteerd als een puur technisch vraagstuk. Dus daar worden niet de morele dilemma's van ja, je kan verschillende waardes hebben. Je kan bijvoorbeeld ongelijkheid belangrijker vinden. Of vind je juist het belangrijker dat iedereen vrij is om te doen wat hij wil. Of nou ja, je kan allerlei soort waardeaannames hebben. Mm-hmm. En dat maakt heel veel uit hoe je op Zeker. Die specifieke ja. dilemma's, hoe je daarover nadenkt en met welke oplossing je komt. Maar die link wordt juist vaak niet gemaakt. Want dan wordt het juist meer gepresenteerd. En ik denk dat daar de link ook met, zeker in Nederland, met het beleid ook heel duidelijk is. Dat het is veel fijner ook voor de politiek om te kunnen zeggen, ja, ik heb de experts het laten uitzoeken en dit is gewoon het beste. Het is eigenlijk een soort manier om... Het CPB heeft het berekend, dus precies. 2% ja. meer, dat is het beste en hoeven we niks meer over te praten. Ja, ja, dus het is een beetje, ja, dan hoef je iets minder zelfverantwoordelijkheid te nemen voor de keuze die je maakt. Dan heb je gezegd, ja, dit is technisch gewoon de goede oplossing in plaats van dat je zegt, ik heb hier een morele afweging gemaakt en ik heb gezegd dat dit belangrijker is dan dit. Ja, dat is natuurlijk veel controversiëler om te zeggen, want dan moet je expliciet zeggen wat je niet zo belangrijk vindt. Dus daar hebben we eigenlijk heel weinig aandacht voor. En ik denk in Nederland ook in beleidsland te weinig. Te gewoon moeten zeggen, ja, als we nu het regeerakkoord gaan doorrekenen, waarom praten we allemaal over de doorberekeningen van het CPB? Maar veel minder over de doorberekeningen of berekeningen, de analyses van het Sociaal-Cultureel Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving. Terwijl, ja, daar zitten natuurlijk ook gewoon waardeoordelen achter waarom je naar de ene kijkt en niet naar dat ander. Ja. Ja, en dit klinkt wel een beetje alsof we in een bepaalde koker zitten. Je hebt beleidsmakers die op een bepaalde manier denken. Die zijn ook weer opgeleid op de universiteit. Daar komen ook weer mensen uit voor die les gaan geven op de universiteit. Dat is een bepaald wereldje. En leiden we dus ook weer nieuwe economen op die op een vergelijkbare manier denken en dan ook niet in staat zijn om die problemen te doorgaan. Hoe komen we hieruit? Ik denk dus dat het inderdaad te veranderen is, maar het is een lange termijn traject. En een van de onderdelen is dat je inderdaad dus ook het economisch denken verandert. Niet statisch, ja. maar het is een verandering onderhevig. Dus dat is inderdaad, de geschiedenis is heel belangrijk erin. Ja. Dus het is ook het heeft tijd nodig. En ik denk dus ook dat, dus dat vind ik interessant van het Rethink Economics. Nou, ook dit boek van waar Sam een van de co-auteurs van is. Dat we zetten dus ook heel tijd stappen in ons denken over hoe het anders kan. Er worden andere vakken ontwikkeld. Er zijn initiatieven om hele nieuwe opleidingen in de economie. Dus het, op zich zit er wel beweging in. Ja. Aan de ene kant. En van de andere kant, op sommige plekken klust het gewoon die macht. Of willen mensen bij het denken blijven wat ze goed kennen. Of bij het systeem of de manier van lesgeven wat ze goed kennen. Maar dat wil niet zeggen dat er aan de zijkanten, dat is toch vaak het geval, dat er ruimte is om nieuwe dingen te ontwikkelen die uiteindelijk groter de volgende stap zullen zijn. Dat is wat ik denk hoe het gaat. Maar misschien dat jullie daar een ander idee bij hebben. Nee, ik denk dat het wel een goede is. Dat zie je onder andere bij gedragseconomie. Wat zo'n grote impact had op een gegeven moment, dat je er niet meer omheen kon. Dus gedragseconomie probeerde te zoeken naar situaties waarin de mens dus niet rationeel handelt. En heeft daar een groot aantal voorbeelden van gevonden. En dat wordt nu wel echt, er wordt geprobeerd om dat in dat model te stoppen. Dus je ziet inderdaad dat het op een gegeven moment wel doorvloeit naar de mainstream, zoals je dat dan kan noemen. Ja. Ik heb ook gewoon de hoop in dat de rest van de wereld en de samenleving het gewoon steeds minder accepteert. En dat het juist de verandering ook van buitenaf gewoon, en dat zie je denk ik dus ook nu al gebeuren, dat wat voorheen outsiders waren die gewoon nergens aan tafel mochten komen, die worden nu steeds vaker uitgenodigd, bijvoorbeeld bij beleid, maar ook gewoon in de publieke debat. Noem eens een paar voorbeelden, Sam. Wie bedoel je? Er zijn er genoeg. Als je Stephanie Kelton bijvoorbeeld, haar bestseller afgelopen, of vorig jaar is het alweer. Ja, de deficit myth. Precies, ja. Was over begrotingstekorten en de regeltjes die daar omtrent gelden. En dat sommige daarvan meer mythes zijn dan dat ze daadwerkelijk
ergens op gebaseerd zijn. Het is meer ja. door het zijn keuzes die mensen maken en niet in steen gegraveerde regels. Ja, ja. ja, precies. Ja, en andere heb ik zelf ook meegemaakt. Mariana Mazzucato, bekend denker over hoe vindt innovatie nou plaats en wat is de rol van de overheid die op lange termijn kan investeren. Nou, en wat is waarde? Wat is waarde inderdaad? Nou, ik weet nog, ik ging stage lopen bij, ik wou bij een beleidsinstituut, dus ik sollicitatie bij het Centraal Planbureau. En toen vroegen ze, wie is je favoriete econoom? De laatste tijd wel veel Mariana Mazzucato gelezen. En toen kreeg ik een hele preek dat ik toch niet had begrepen wat wij hier doen. We doen hier echt wetenschappelijk onderzoek. Dat is een ideoloog. Jij hoort hier niet thuis. Je hebt nog niet, zeg maar, terwijl nu, of tenminste een jaar daarna, had het ministerie van Economische Zaken officieel haar missiegerichte aanpak omarmd als nationaal beleid. Dus dat vind ik soms ook wel grappig om te zien, dat je bij de economen is het echt taboe, terwijl in de beleidskringen is het al gewoon mainstream. Maar krijg je hiermee ook niet dat je, want dat gevoel krijg ik soms wel, dat de politiek, dus de regerende politieke gedachte, die kiest de economen die wat prediken, wat in dat straatje past, in plaats van dat het echt wetenschap, dus dat het heel politiek is. Ja. Ja, en dat is inderdaad wel het gevaar, maar uiteindelijk zou je het toch moeten richten op het oplossen van echte problemen. Dus die moet je centraal stellen en daar vanuit verschillende hoeken over nadenken. Er kunnen verschillende economische theorieën of scholen kunnen daar een bijdrage aan leveren. En het gevaar is inderdaad dat jij het bij je eigen ideologie gaat zeggen. Dat jij zegt, ik ben gewoon voor meer markten, want ik ben voor meer markten. Maar markten kunnen soms een oplossing zijn en soms niet. Ja. En dus dan is heel erg het inderdaad, wat zet je centraal? Dat geldt hetzelfde voor het onderwijs. Is het inderdaad die manier van denken? Of zijn het echte problemen die moeten worden opgelost? Echte vraagstukken van deze tijd? Ja. En dat zou ook het pleidooi zijn om eigenlijk daarmee te beginnen. Dus wat zijn de grote vraagstukken? En hoe kun je daar vanuit verschillende theorieën kun je daar aan bijdragen? Ook met verschillende modellen ook. Dan kun je er verschillende tools kun je daarop loslaten. Maar hoe zorg je ervoor dat je het wel dat dan ook weer pluriform houdt? Want je kan de Verenigde Staten, die hebben Milton Friedman op een gegeven moment op een voetstuk gehesen. Want dat kwam zo mooi uit voor de buitenlandpolitiek. Konden ze die economische theorieën gebruiken om in Zuid-Amerika daar mensen aan te stellen die toch vooral het Amerikaanse belang behartigden. Dictators zoals Pinochet. Maar nu heb je in Europa dat er toch bijvoorbeeld klimaatverandering is een belangrijk onderwerp. En dan zie je dat we nu halen we Mazzucato aan, dan zeggen we de overheid moet toch een belangrijke rol gaan vervullen. Hoe krijgen we dat pluriforme, dat we hier ook wel blijven kijken naar wat zijn die verschillende denkrichtingen en dat we niet nu van de neoclassieke in één keer overstappen naar een andere school en dat de dominante school wordt? Of zijn jullie daar niet zo bang voor? Ik eigenlijk net de komende 10 jaar niet in ieder geval. Ja, jij bent er niet zo bang voor. Maar is dat omdat je zelf ook die nee, ik zie het nog niet gebeuren. Ik zie het gewoon echt nog niet gebeuren. Je ziet wel dat, weet ik veel, in monetair beleid of zo zie je wel de consensus verschuiven. Maar er is niet een heel duidelijk één krachtig alternatief paradigma dat opeens heel dominant zou gaan worden. Nee. Maar ik ben ook weer niet zo optimistisch dat ik denk dat het heel snel heel pluralistisch gaat worden. Dus ik denk eerder dat het, zoals je zei, het is gewoon echt iets van de lange adem. Ik hoop dat het naar het pluralistische gaat bewegen, maar dat is meer hoop dan dat ik echt zeg van daar zet ik mijn geld op in en ik verwacht het ook. Maar ik weet niet, wellicht is jullie optimistisch. Ja, ik denk dat het gewoon van belang is om erop te blijven hameren, zodat mensen eraan herinnerd worden wat de voordelen zijn van zo'n pluriforme aanpak. En de gevaren dus van een aanpak van waar je maar één dominante theorie hebt. Ja. En wat is nu, om te gaan het gesprek afronden, wat is nu de volgende stap? Wat moet er in de komende jaren, wat zou echt een verschil maken om dat economieonderwijs beter te maken? Wat moet er echt veranderen nu? Ik zou zeggen veel meer aandacht voor vakken als geschiedenis van de economie, filosofie van de economie. En dat het niet alleen keuzevakken zijn, maar dat het echt verplichte kosten is naast vakken als wiskunde, econometrie en macro-economie, die ook gewoon belangrijk zijn. Maar om alles in een context te plaatsen, is dat gewoon echt nodig. Ja. Wat denk jij, Martijn? Laat ik iets zeggen over vooral bedrijfseconomie. Dus ik denk dat daar ook wel een hele, een bezinning nodig is. En dat je daar ook echt hele andere curricula kunt gaan opbouwen.
En in die zin dat de voorbeelden van de universiteiten die zeggen, nou ja, we zetten er iets nieuws naast, dat het ook eigenlijk heel erg nodig is in het bedrijfseconomisch denken. Dat het veel over veel meer bedrijfsstructuren kan gaan, maar er zijn ook verschillende waardepatronen erachter. En die theorieën die zijn misschien gedeeltelijk al ontwikkeld. Dat is denk ik belangrijk dat er best materiaal al aanwezig is, maar dat er ook gewoon nog een hele hoop materiaal ontwikkeld moet gaan worden. Ja. Maar dat dat wel een kansrijke weg is ook om je te positioneren als hogeschool of als universiteit. Want dat is eigenlijk iets waarmee je ook mensen kunt aantrekken. Dat er heel veel behoefte is aan dit soort onderwijs. En dat er zelfs een soort van gat in de markt kan zijn. En in die zin hoop ik best dat, zeg maar, dat er gewoon vanuit studenten zelf, als je dat, die dynamiek krijgt, dat die meer naar de VU gaan of meer naar een bedrijfseconomische opleiding die heel breed is, die verschillende modellen onderwijs van bedrijven. En dat is denk ik uiteindelijk toch een soort marktbeweging, dat gewoon studenten zelf zeggen, ja, van dit is wat mij het meest aanspreekt. Hier leer ik gewoon het meest van voor mijn toekomstige leven. Dus al die weg denk ik dat die bewandeld gaat worden en ook kansrijk is. Ja, Sam, jij hebt de Economy Studies, A Guide to Rethinking Economics Education. Daar staan al je ideeën in. Wat is hiermee gebeurd en wat vind jij nu wat er de komende tijd echt opgepakt moet worden? Ja, we hebben het een aantal maanden gepubliceerd en we zijn eigenlijk nu heel veel workshops aan het geven aan zowel studenten als docenten. En iedereen moet eigenlijk in actie, dus we proberen, zeg maar, de decaan, maar zelfs ook eigenlijk ook daarboven van hoe de overheid geldstromen dus doet en aanstuurt hoe universiteiten georganiseerd worden, tot gewoon de student die een vraag stelt aan zijn docent, die proberen we allemaal te bedienen en tools te bieden. En om dat te doen, ja, Joris en ik hebben het boek met z'n tweeën geschreven, wij kunnen maar zoveel uur iets doen, maar we hebben gelukkig nu ook gewoon de middelen om een team uit te gaan breiden en om samen te werken. Dus ik denk dat, nou, een beetje aansluiten, ik denk dat die bezinning is denk ik gewoon de eerste stap. Als je ziet dat er iets moet veranderen, dan komt er in ieder geval iets in beweging en dan kunnen we helpen en discussies voeren over hoe dan precies. Maar ik denk gewoon het besef dat de wereld dit nodig heeft op dit moment, dat is echt die eerste stap. En ik zou gewoon, hopelijk kan dit gesprek er ook aan bijdragen, maar goed. Ik denk lekker aan de bel blijven hangen en lawaai maken. Ja. Dankjewel. Vond je dit een leuk gesprek en wil je meer van dit soort uitzendingen zien of beluisteren? Abonneer je dan op dit kanaal.